Ik durf bijna niet hard te praten. Het is heel vroeg in de ochtend. En ik ben op mijn favoriete plekje. De tuin van Écolonie in Frankrijk, in de Vogezen. Degenen die mij langer volgen, die kennen dit plekje inmiddels wel. Want ik post hier heel graag iets vandaan. Maar dit is de eerste keer dat ik hier film. Ik wilde jullie namelijk laten zien hoe mooi het is als we de natuur zijn eigen balans laten vinden, zou ik zeggen, of laten houden. Moet je kijken. En hoor ook eventjes de vogeltjes. Draai even rond. Het is augustus, half augustus. De volledige bloeitijd hebben we eigenlijk een beetje gehad. En we gaan richting de herfst. Maar het blijft prachtig. Ik hoor de bijen zoemen. De vogels fluiten. Het is één prachtige, prachtige overvloed aan weelderigheid. En ik wilde dit laten zien. Omdat dit eigenlijk de essentie is van waar heel gezonde mama voor staat. Want gezondheid begint en eindigt niet alleen in je eigen lijf, maar ook met alles om je heen, je hele omgeving. En ja, de focus ligt heel vaak op voeding. Maar wat we vergeten is dat we niet alleen voeding tot ons nemen door ons eten en drinken, door onze mond, maar ook door onze huid en door al onze zintuigen. En waar ik naar streef is een balans. Een balans tussen alle goede dingen. En ik neem dit op zonder script, omdat ik het doe vanuit mijn hart. Dat is belangrijk, dat jij dat weet. Ik praat vanuit mijn hart. Ik zit niet te zwetsen uit mijn nek. Dit heb ik gewoon in de afgelopen 28 jaar ontdekt. En dat deel ik graag met jou. En vanuit deze tuin en Écolonie wil ik je vooral eventjes laten weten dat die balans van onszelf, net als de natuur, begint eigenlijk met dat je respecteert dat in de natuur, in jouzelf dus ook, er goede, nuttige dingen zijn en dingen waarvan wij denken die zijn wat minder nuttig. En de cosmetica die wij gebruiken elke dag, onze verzorgingsproducten die wij gebruiken elke dag, heb ik vooral hier gemerkt, hebben ontzettend veel invloed op ons milieu. Van binnen en van buiten. Hier in Écolonie is het verplicht, zou je kunnen zeggen, om biologisch afbreekbare verzorgingsproducten te gebruiken. En dat komt omdat het water hier, wat wij hier gebruiken in Écolonie, wordt hier direct opgevangen en gefilterd. En komt weer in onze kraan. Dus wat we hier eten, wat we hier drinken, is rechtstreeks het water wat we ook gebruiken met douchen, met tanden poetsen enzovoort. En dat brengt je heel dicht bij de essentie van hoe breekbaar, zou je kunnen zeggen, het eigenlijk is. Want als ik hier op Écolonie mijn tanden poets met bijvoorbeeld een tandpasta met van die plastic bolletjes erin, van die kleine plastic nanodeeltjes, dan zou dat hier direct in het milieu komen. En dan denk je, tandpasta, daar kan ik bij komen. Maar wat dacht je van je dagcreme? Wat dacht je van je bodylotion? Wat dacht je van je zonnebrandmelk? Al die dingen komen dagelijks via ons afvoerputje direct het water in. En hier op Écolonie merk je het effect meteen. En bij ons thuis, ik woon natuurlijk ook in de stad, merk je het niet meteen. De afstand daartussen is veel groter. Maar we weten hoe dit zit en dat wil ik zo graag met je delen. Dat onze keuzes elke dag, wat wij kiezen,
direct invloed heeft op deze prachtige natuur, maar ook op jou, jouw lijf. Want net als de balans hier in deze tuin, die gewoon is ontstaan, niet door het bestrijden van ongedierte, maar door juist die balans te vinden tussen de goede en de, ja, eigenlijk belachelijk ook, de goede en de niet goede bacteriën en de nuttige beestjes en de niet nuttige beestjes. Wat zou je ervan zeggen als alles nuttig is? Als alles in de natuur zijn eigen functie heeft. Hier, in deze tuin, maar ook in jouw lijf. Nou, de komende tijd ga ik vaker posten over die balans in je lichaam en in de natuur. Want dat is hoe je jezelf gezond houdt, fit houdt en hoe we de wereld om ons heen zo prachtig mooi kunnen laten zijn.